is Sinterklaasnieuws met Nienke Spaan. Ja, hallo allemaal. We gaan als de Pietenweer gaan beginnen. Ik heb namelijk fantastisch nieuws. Sinterklaas is namelijk gesignaleerd. Wij hebben hem gezien in Nederland en Frankrijk, maar nu kreeg ik van mevrouw Brart uit Leuven in België de tip dat hij daar zou zijn gezien bij een nieuwe baan. Dus ik wil kijken, meneer Spielberg, kunnen wij kijken of wij Sinterklaas kunnen zien? Ja, natuurlijk, hommel. We zijn al uren bezig. Sinterklaas? Hij komt er nu aan. Sinterklaas? Hallo Nienke en al die lieve kleine purmerendertjes. Ja, leuk om jullie weer te zien. Ach, dat zingen, nee, dat was het toch niet hoor. Nee. Ik, op mijn leeftijd, weet je, er lag al een uitnodiging voor beste zangers op Ibiza. Een tournee door Amerika was gepland. Nee, ik zie er vanaf. Ik heb besloten, ik ga het over een andere boeg gooien. De liefde. Wat is nou mooier dan de liefde? Weet je, ik ben een huwelijksbureau begonnen. Ik ga proberen om mensen bij elkaar te brengen, zodat zij weer een mooie toekomst tegemoet gaan. Weet je, all you need is staff. Even een klein reclameuitingje voor mijn bureau. Leuk gevonden, hè? All you need is staff. Klaas, ben ik hier bij het huwelijksbureau? Goedemiddag, jazeker. U bent aan het juiste adres. Welkom bij All You Need is Staff. Ja, maar waar is mijn toekomstige partner? Ho, beste man. Ga zitten. U zoekt een nieuwe partner. Ja, eens even kijken. Ja, dit lijkt mij een buitengewoon geschikte kandidaat. Het is een acrobate, elastiek. Je kunt er alle kanten mee uit. Ik val meer op mannen. Ja, dan zijn we hier niet aan het goede adres. Nee, daar heeft u gelijk in. De viroloog. Buitengewoon populair in deze tijd, de virologe. Bacille. Leuke man, hoor. Goed gekleed ook. Nee. Nou ja. Nou ja, ik ben niet zo 1, 2, 3 voor een gaatje gevangen. Wat zou u denken van deze? Het lijkt een beetje slaperig type, maar valt reuze mee. Kenny Boeien. Nee. Ook niet? Nou. Nou, dan schakelen we even door, hoor. Want ik heb het idee, u zoekt meer het avontuur, hè. Wat zou u deze... Ja, Koos Busters. Nou. Nee. Ach, nou dan hebben we hier... Ja, dit is een hele bijzondere. Die heb ik ook goed leren kennen bij verschillende intochten in het land. Hij demonstreert altijd overal tegen. Hij is tegen Sinterklaas, hij is tegen de Pieten, hij is tegen de Kerstman, hij is tegen het slechte weer, tegen het goede weer. Dus barricade. Nou. Ja. Dit wordt de match, denkt u? Nou, ja. Dan gaan we toch eens even... Nou, dat wordt het is ook een type wat bij u past. Ik weet, Barry valt wat op oudere mannen. Wat wilt u daarmee zeggen? Nou ja, een beetje gezet, een beetje volumineus. Heb u wel eens in de spiegel gekeken? Nou ja, zeg. Heb u nooit gehoord van body positivity? Ik zit goed in mijn vel, ben gelukkig, ben blij, ben niet zo nep. Ik ben geen racist. Ik ben zo'n dun, eenste krimp persoontje. Weet u wat we doen met uw middeleeuwse gedachten? U zoekt het maar uit. Zo, en alweer een tevreden klant die verlaat het pand. Die zag er echt niet blij uit. En ik snap er ook helemaal niks van. Want waar is Sinterklaas? En komen er echt alleen maar Pieten naar Purmerend? Want zonder Sinterklaas voel ik me net een... Wat? Een ja, precies, een juf. Er staat een juf voor je. Nee. Jongen, die Spaan is ook weer op de best dit jaar, hoor. We hebben een juf van de basisschool De Blauwe Geldzak in de Weide Venne. Ja, hallo, welkom in mijn klas. Ik ben juf Tamara en vandaag hebben wij grote Pietendag. Onder het motto, lang leven Piet. We horen je wel, maar we zien je niet. Ja, ik heb het zelf geïnitieerd. Want december, dat is toch de maand van Sinterklaas dit, Sinterklaas dat. Intochtje hier, winkelstraatje daar. Maar arme Piet, hè, die wordt helemaal vergeten. Terwijl die ons juist zo blij maakt. En ja, ik denk dat heel Purmerend er zo over denkt. Want als Sinterklaas aankomt, ja, dan kijken we alleen naar hem. Ik denk dat hij daar al is, jongens. Oké, zijn jullie klaar? Nee. 2, 3.
Dag kinderen, ik ben Piet. Zijn jullie braaf geweest het afgelopen jaar? Piet, 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 mag ik een handtekening? Blauw, zwart, rood. Kleur maakt me niks uit. Oh, nou is zo lekker politiek correct ook, hè? Heerlijk toch? Wat heerlijk om te zien dat iedereen het Sinterklaasfeest op zijn eigen manier viert en bijvoorbeeld geniet van een lekkere Sinterklaasfilm. Maar dan gaan we nu door naar onze vaste rubriek, namelijk... Hallo, mevrouw van de televisie, hier meneer Bakken. Meneer Bakken, wat is er? Nou, ik hoor u dus de hele tijd over Sinterklaas en film praten en zo. En nu wil ik even zeggen dat ik van de Stichting Kooimanweg ben. En de Stichting Kooimanweg heeft als doel dat Sinterklaas langskomt op de Kooimanweg? Hoi hoor. Dat Sinterklaas snoepgoed komt kopen op de Kooimanweg? Nee, ook niet. Heeft de Stichting Kooimanweg met Sinterklaas te maken? Nee joh, helemaal niet. Wat dan? Nou, het zit zo, zoals de naam het al zegt, Kooimanweg. Wij vinden namelijk dat Jan Kooiman in veel te veel Nederlandse romantische comedy zit. En daarom zeggen wij, stop die Jan in een Kooiman! Kooimanweg! 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 Kooiman weg! Verbannen dan Kooiman! Nee, dit kan echt niet. Dit heeft niks met Sinterklaas te maken. En het is überhaupt maar de vraag waar Sinterklaas is. Kunnen wij nog contact krijgen met Sinterklaas, meneer Spielberg? Ja, Remy staat al met de antenne buiten. Hier is. Als het goed is hier barman geworden. Sinterklaas, kom maar binnen. Zo te zien is hij wel weer in Spanje. Maar dit kan natuurlijk niet. Hij moet gewoon naar Nederland. Ja, straks hebben wij zijn stoomboot in de haven. Overal pieten. En wat denk je van zijn paard? Die moet toch hartstikke eenzaam zijn? Het is al bijna zover. Maar goed, dit zijn zorgen voor morgen. Tot ziens!